mensen, hier is onze eigen Roy Grosso. Ja, mooi zeg. Nou, enorm benieuwd. Nu ik helemaal weet, nu ze in drukvorm gaan verschijnen. Wat de wijsheid van vandaag is natuurlijk. Nou, wat een kleine fitty vandaag. Ruzie. Want ik zit op die porch met die Big C en die grote draak. Ja. Even een kopje te drinken. Ja. Stropt er een groenteman. En die gaat met een kraan twee grote pellets. Met allemaal kroppen sla erin, weet je, gaat hij uitladen, die man. Bij je voor de deur. Bij mij voor de deur. Ik denk, wat gaan die buren denken, weer een huisdier erbij? Dus, maar ik denk, ik ga die draak, jongen. Ik denk, die draak, die vreet de oren van mijn hoofd, toch? Die vreet mijn hele knipkaal. Dus, ik die draak alvast wat gaan uitschelden. Maar goed, ik ga door met de spreuk. Ja, laat hem komen, jongen. Is het commentaar op je schoonmoeder over twee pellets met kroppen sla wat voorbarig? Blijken ze voor de tapier, die is jarig. Die ja, goed. Tapier. Moet ik toch ook betalen allemaal, toch? Je hebt toch ook nog die capybara rondlopen, of niet? Man, dat doekoe groeit maar niet op mijn rug. We hebben de hele dierentuin, toch? Het wordt gewoon de capybara. Heb je grootste capybara gezien? Ja, het is een soort... Snootie heet die, toch? Oversized cavia is dat volgens mij. Snootie. Ja, er gaan de 5 cavia's in en nog, daarna nog 25. We zullen er morgen over verder praten. Dan is het alweer de feestelijke vrijdag. Ik zeg voor nu... Wow!